Iedereen merkt het. Ons klimaat verandert. Het is warmer en het weer wordt extremer. De vier klimaatscenario's van het KNMI laten zien wat Nederland de komende tijd te wachten staat. Hoe hoger de uitstoot van broeikasgassen, hoe extremer het weer. En hoe groter de uitdaging om de gevolgen van dit extreme weer te beperken. We moeten dus die uitstoot verminderen, maar we moeten ons daarnaast ook voorbereiden op het veranderende klimaat. Ik neem je mee naar drie voorbeelden die laten zien dat het kan. De overstromingen van de Geul in de zomer van 2021, die maakten maar weer eens duidelijk, we moeten aan de slag. En niet met meer stenen en meer techniek, maar zeker ook met meer natuur. De begroeiing die vertraagt het water op weg naar de Geul. De bossen, de graslanden, de beekbodems, die nemen het water op als een reusachtige spons. En als het dan heel veel blijft regenen, dan zal het riviertje heus nog wel eens overstromen. Maar laten we dan de oevers vooral niet volbouwen met huizen. Samen met de Maniacs en in samenwerking met Sinapa doen we aan mangrovenbeheer en herstel. Hier op Bonaire vind je het grootste mangrovenbos van Nederland, ruim 280 hectare. Mangroven zijn heel belangrijk voor het vastleggen van CO2, omdat ze een heel uitgebreid wortelstelsel hebben, waarmee ze de CO2 onder de grond ook kunnen opslaan. Daarnaast vormen de bossen de eerste beschermingslinie bij extreme storm. Op Bonaire zijn de mangroves beschermd en wij doen er alles aan samen met Sinapa om de mangrovenbossen gezond te houden. Dat doen we bijvoorbeeld door zorg voor een goede watercirculatie. In de jaren 80 was het echt nog ondenkbaar, maar sinds enkele jaren oogsten wij kiwis op onze boerderij. We maken er gebruik van dat het warmer wordt in Nederland. En hierbij houden we echt de kringlopen gesloten. Dus onze koeien eten alleen gras van eigen boerderij en hun mest gebruiken we voor in de boomgaard. Bloemenranden zorgen voor biodiversiteit en bestuivers en nuttige insecten. Op een natuurlijke manier maken we zo onze planten weerbaar. Alle Nederlanders hebben al te maken met klimaatverandering. Bij het KNMI werken we er daarom aan om nog beter en eerder te waarschuwen. Maar om de gevolgen van klimaatverandering echt te beperken, moet de uitstoot zo snel mogelijk omlaag en moeten we ons aanpassen. Ik hoop dat de klimaatscenario's je daarbij helpen.